En gisteren heb ik ook een ding dat ik tegen mijn dochter ooit gezegd heb gezegd. Die de hele dag lig je in bed, godsgodsdag op die telefoon te kijken naar het leven van anderen. Ik zeg, je vergeet zelf dat het leven. En toen dacht ik, gisteren is eigenlijk mijn ding ook. Mm. Ik wil ook leren. Echt voluit, zonder schaamte, zonder gêne, zonder... Het is het enige wat ik wil, meer wil ik niet. Good. En soms zit daar die ongemakkelijkheid of die schaamte of wat zullen anderen van me vinden. Ze vinden me sowieso al gek. Dus dat is toch, ja... Er is op dit moment geen vraag, maar ik denk, ja, ik moet toch wel werken of zo. Ik moet toch wel iets nog gaan werken. Maar ik weet niet waar aan. Dus ik heb nou eigenlijk... Kijk, misschien kun je mij weer verder helpen, maar... Ja, het is heel simpel. Gewoon op het moment dat iets opkomt wat aangekeken moet worden, is dat wat er gebeuren moet. Dus we hoeven er niet naar te zoeken. Het dient zich vanzelf aan. Dus ben ik volledig bereid om te voelen wat gevoeld moet worden, onder ogen te komen, wat ik onder ogen moet komen. En dat kunnen dingen zijn die spontaan van binnenuit opkomen of door getriggerd worden door levenssituaties. Dus we hoeven nooit bezorgd te zijn over what's next, want het komt vanzelf. En als er een tijd niks gebeurt, dan mogen we genieten gewoon van de natuurlijke toestand, zoals ik dat maar noem. En dan hoeven we die niet te verstoren door weer iets op te rakelen. Thanks. Ik heb toch nog een vraag. Wat is de mind? Je zei altijd gisteren over een body-mind system. Daar heb ik al ontzettend gisteren over gelachen, om met mijn partner. Die zei, het lijkt Harry Potter wel, dat wel niet genoemd mag worden. Is hij dat je gedacht had? Ik hoor het zo vaak, maar ik weet het niet wat het is. Het denken en de beelden. Dus er is niet een mind die denkt, maar de gedachtenstroom zelf is de mind of de beeldenstroom. En als je het nog ruimer wil maken, zou je zelfs nog kunnen zeggen dat het hele voelsysteem daar ook bij hoort. Dus dat is meer een definitie dingetje. Dus Atmananda die zei een keer heel mooi van bewustzijn met gedachten en gevoelens is mind. Bewustzijn zonder gedachten en gevoelens is bewustzijn. Wat dus ook meteen duidelijk maakt dat mind niet een slecht of negatief iets is. Het is alleen, je kunt, ik heb in een van mijn boekjes, ik weet niet waar ik een onderverdeling gemaakt. Je kunt een krankzinnige mind hebben of een ego mind of een functionele mind of een heldere mind of no mind. Dus er zijn verschillende opties. En uiteraard is, als er een mind actief is, het meest handige dat die helder functioneert. Dus niet te veel overwoekerd is door angsten of... inadequate overtuigingen en dat soort dingen. Maar het is gewoon een instrument, net als handen eigenlijk. Nou, met handen kun je, die kunnen rustig liggen en dat horen ze te doen als er niks te doen is. Je kunt er een gedicht mee schrijven en je kunt er iemand mee martelen. Maar je kunt niet zeggen dat een hand slecht is aan zich. De mind-body system, waar je het gisteren als systeem, waar je het gisteren al over had. Dat valt toch gewoon in dat ene? Yes. En het is een expressie of een extensie van het ene. Ja. Yes. Het probleem ontstaat daar op het moment dat de identificatie totaal wordt met die body-mind. Dan ga ik denken dat ik alleen maar dit ben en verlies ik dat uit het oog. Dan ben ik maar half eigenlijk. Maar er is niks tegen een body-mind. Ja, en dat is oké. En vooral als het optimaal functioneert. En of dat dan in een hond is of in een mens, maakt mij verder niet uit. Maar een optimaal functionerend organisme, zo kun je het ook noemen, is gewoon mooi. En als het verkreukeld is, zal ik maar zeggen, ja, dat is een beetje jammer.
doet altijd een beetje zeer om dat te aanschouwen. Ja. Dank je. Ik wil toch even zeggen hoe belangrijk ik het vind om hier in dit soort satsangs bijeenkomsten te mogen zijn. Ik waardeer jouw eerlijkheid en rechtstreeksheid, omdat het niet persoonlijk, laten we zeggen, als je kritiek op mij zou hebben, dan is het niet persoonlijk bedoeld, maar ter ondersteuning. Nou, ik snap dat in het dagelijks leven zitten daar soms belangen bij, dus dan voel ik me. Wij spreken aangesproken en dan heb ik de neiging bij spreken om terug te blaffen. Dat is gewoon niet prettig. Dat ik me net aangesproken voelde, hè, van de audio, daar was ik zo blij mee, omdat Mathieu gewoon eerlijk is om te zeggen van ja, weet je, daar baal ik van, het is gewoon niet goed. En ik denk van ja man, je hebt ook gelijk. Ik denk, wat lekker om zo aangesproken te worden. En dat ik dan zeg van ja, laten we gewoon proberen ons dansje te doen. En dan weet je, dan komen er opeens ideeën naar voren van, goh, zou dat een idee zijn? Dus door die openheid komt er opeens een soort stroming. Wow, zo, nou dat had ik van jou niet verwacht. Nee, omdat je, het was er nog een tijd voor. En dus ik zou het nu willen zeggen, van, als er ideeën zijn ter verbetering van dit hele gebeuren, wat in mijn ogen waanzinnig belangrijk is, want het gaat over jou. En dat, ja, we hebben wel eens een schroom om wat te vertellen, maar we helpen elkaar hiermee. Hè. Het is niet jouw probleem, het is dan ja, ons probleem. Maar dan, we kunnen hier gezamenlijk ergens naartoe tillen. En ja, dat kan wat mij betreft niet genoeg benadrukt worden. En is, zodra ik bij mezelf belangen heb, dan hoop ik dat ik zo zoek ben op dansen, daar wat mee te gaan doen. Mm-hmm. Want het gaat uiteindelijk, het is mijn cadeau, hè? Toch? Het is mijn, en dus omdat we allemaal één zijn, het is ons cadeau. Ja. En dan heb je echte vrienden. Zonder dat je daarin hoeft te investeren. Dat vind ik zo mooi. Mooi. Ja, heel mooi. Thanks.
of te vragen. Ik herken de blijheid en het goede gevoel. Ik leer waanzinnig veel van de mensen wat er verteld wordt, hoe jij reflecteert. Ik zit me ook af te vragen, is het nou mijn ego wat ik allemaal weer lekker vind? Of zit ik nou, ben ik gefocust op dat wat ik hier allemaal mooi vind en warm gevoel? Of is het nou het doorleven van de stilte? Als je dat allemaal aan de kant gooit, wat is het? Zijn? De ego. Dus ego vraagt zich dat allemaal af. Body-mind-systeem. Je hebt het ook over voelen. Soms probeer ik die dingen een beetje op een rij te zetten. Hier. En dan denk ik van ja, het ego zit hem vooral in het denken. Misschien. Ook in het voelen. Dan krijg je die motor tussen voelen en denken. Hoe zit dat dan? Want je hebt ook te maken met waarnemingen, je zintuigen, die veroorzaken gevoel of denken. Dat kan. Van mij. Dat kan. En je hebt emoties. Dat is weer wat anders. Dat wordt ook veroorzaakt. Of dat komt ergens vandaan, door je waarneming. Want als je niet waarneemt, dan krijg je ook geen impulsen die het gevoel of het denken veroorzaken. Mm-hmm. Dus ik probeer te begrijpen hoe dat dan werkt. En voor mezelf zit er dan... Maar dat probeer ik achter te komen, een blokkade. En waarom? In het gevoel. Geen idee. Waarom denk je dat er een blokkade zit? Omdat ik vooral in mijn hoofd zit. Dat idee heb ik. Ik leid daar niet onder. Ik heb wel lang geleden... Lang geleden onder het denken. En dankzij onder andere jou, maar ook andere dingen die ik lees, kan ik dat denken wel relativeren. Dus het. Wat er is, dat wil ik niet. En wat ik wil, dat is er niet. He, de basis van alle lijden. Mm-hmm. Ja, daar ben ik niet meer zo mee bezig. Goed. Het is oké. Okay. En dat voelt prettig, hoor. Right? Ja, en als ik dan terugkijk... Dus je kunt voelen. Dat voelt prettig. Ja, natuurlijk. Dus ik geloof niet in blokkades. Soms... Heeft iemand de verstandelijke vermogens wat meer ontwikkeld dan de gevoelsmatige of intuïtieve of de spieren desnoods? Dat kan. Maar blokkades? Eén ding ben ik zeker, dat lijden voelde niet prettig. Dat bedoel ik, dus je kunt voelen. Kijk, dit is dus een antwoord. Ik noemde het vroeger Delphi, zat er ook iemand geloof ik.
Kijk, en het is zo van, door waarnemingen kunnen gevoelens en gedachten getriggerd worden. Dat is op zich gewoon heel natuurlijk en geen enkel probleem. Waar het een probleem wordt, is waar er vervormingen in het systeem zitten. Zodat er bijvoorbeeld obsessief wordt nagedacht, of de verkeerde kant op wordt nagedacht. Of dat iets wat ons raakt, ons totaal van de sokken blaast, terwijl het ook gewoon een gevoelsimpuls of een emotionele impuls kan zijn, die als wij ruimer genoeg zijn, gewoon vrij snel weer vervloeit. Dus dat dingen die wij zien en meemaken een impact hebben op het body-mind systeem is gewoon totaal natuurlijk. Alleen wat er vervolgens mee gebeurt en of het al dan niet, laten we zeggen, uit de hand loopt, is iets anders. Een min of meer schoon systeem verwerkt of processed vrij snel. En dan zijn er dus vrij weinig gedachten en vrij weinig emotionele buitelingen bij nodig. Als dat een antwoord is. Goed. Ik heb een vraag over geld. Geld is een energie. Ja, zo kun je het zien. Daar had je het net toch over? Nou, daar kan een impuls, een enig energie-impuls van uitgaan, ja. En ik was van de week vraag. Geld aan het onderzoeken in mezelf, hoe dat werkt. En ik merkte dat ik, ja, op dit moment werk ik nog niet. En mijn oude werk zou ik ook niet meer willen. Maar ik heb een bepaalde, dat kan ik niet, dus kan ik geen geld verdienen. Oh ja. Dus onbewust hou ik dan ook een bepaalde geldstroom tegen. Klopt dat op die manier dan? Nou, dat weet ik niet, maar als we ons gaan zitten beperken, ja, dan snijdt dat mogelijkheden af. En een onbewuste overtuiging, ik verdien het niet, of iets dergelijks, snijdt dat dan ook af? Ja, want in die zin dat we dan waarschijnlijk niet in actie komen. Dus dat er een impuls kan zijn om iets te ondernemen om bijvoorbeeld aan geld te komen. Maar ja, ik verdien het niet, dus ja, laat maar lopen. Of dat er een mogelijkheid voorbij komt en dan ga ik daar niet op in als ik ervan overtuigd ben het niet waard te zijn. Dat is een beetje jammer. Ik weet dat je er niks meer hebt, maar ze zeggen dan van als je jezelf openstelt, dan kan het ook naar je toe komen. Ja, ik heb me heel lang al heel opengesteld en die miljoen die is er nog steeds niet. Ja, trouwens, ik had hem heel even en toen was hij weer weg. Toen had ik nog 800 euro. Ja, ik hou daar niet van. Ik snap wel wat ze bedoelen, van als je heel beperkend denkt en je heel klein houdt, dat dan minder dingen lukken, dat begrijp ik wel. Maar Ik was er dus zelf ingedoken en toen voelde ik echt een blokkade dat ik mezelf dus inderdaad klein houd. Ja. Yes. Niet open gaan. Nou, dat constateren en doorvoelen is prima. En een ander ding is gewoon een baan nemen en kijken wat er gebeurt. Die jongste dochter van mij, die had ook altijd van zelfvertrouwen issues, zou ik maar zeggen. En toen ging ze op een gegeven moment eerst een stage doen, omdat dat moest van school. Nou, die kreeg allemaal positieve feedback. Iedereen die vond het leuk, had ze nooit verwacht, want natuurlijk deugde ze niet. Weet je wel, en vervolgens ging ze ergens werken bij de dierenambulance en bij nog iets en zo. En ze willen er graag meer taken geven en kun je niet meer komen werken. En dus soms kunnen we dingen van binnenuit, wil ik daarmee zeggen, oplossen. Soms is de feedback die we van buitenaf krijgen ook heel helpend om door een overtuiging of een remmende issue heen te komen. Want als ik altijd maar binnen blijf zitten en me niet blootstel aan de feedback van de anderen, ja, dan moet ik het allemaal zo zelf doen. We hadden het er straks even over jou, vanwege je boek, van gooi dat een keer naar een paar uitgevers, dan krijg je feedback. Misschien krijg je nee, misschien zegt er één, nou het is wel aardig, maar dit en dat en dat, als we nou zus en zo doen, dan heb je kans dat het beter wordt en dat iemand daar lol aan heeft. Je kunt het ook allemaal bij je houden en ja, dan loop je geen risico. Maar dan krijg je ook minder kans op frisse wind en nieuwe ideeën. Want als je 5 mensen bij elkaar zet, is er meer kennis aanwezig dan als je 1 mens bij elkaar zet.
Dat is wat we hier ook allemaal merken. Van het is niet alleen van, oh Hans, die vertelt zo toffe dingen. Het zijn jullie allemaal samen. De interactie, de openheid, het reageren op elkaar in de sessie, maar daar ook. Het is een collectief gebeuren. En ook zelfs de ideeën van als we iets gedaan hebben in het verleden, en dan denk ik erover en dan word ik al benauwd, dat wil nog niet zeggen dat het niet nu anders zou kunnen. Want jij bent niet meer die van toen. Dus niet dat je weer als maatschappelijk werkster moet gaan werken, dat moet helemaal niks. Maar pas op voor die remmende verhaaltjes. Ja, dat maatschappelijk werk is wel erg bureaucratisch, dat is niks meer. Ja, dat kan kloppen. Dan ben je er nog niet aan toe. Nee. Ik ben is het fundament van alles wat dynamisch is. Daarom zei Nisse dat al wel eens van. Er kan alleen gepraat worden als het ik ben actief is. En kijk eens naar al die leraren en goeroes en profeten. Wat hebben ze voor elkaar gebokst? Helemaal niks. Want het is alleen maar ik ben in actie. Dus vanuit de persoonskant gezien is ik ben de poort naar vrijheid. Vanuit de andere kant gezien is ik ben het begin van de ellende. Alles wat je denkt, doet, voelt, ziet, waarneemt, nastrijft, weigert enzovoorts, komt omdat dat vlammetje, die boodschap, ik besta, actief is. Daar is wat hij daarmee bedoelt. Maar die ik-benheid, die is gehecht aan zichzelf. Die is? Gehecht aan zichzelf. Yes, en gekleefd aan de body-mind. Ja, ja. Zonder lichaam is die niet andersom. Voilà. Het is ook heel geestig als je realiseert dat al wat leeft draait op die ik-ben-energie. Dat geldt dus ook voor een take. Ik vind dat altijd heel verhelderend. Dat is ook gewoon een vlammetje, een kaarsje. Ik ben. Het vlammetje is dan het bewustzijn en het kaarsje is dan de body mind. En het brandt zichzelf op, zou ik maar zeggen. Maar zolang het nog niet opgebrand is, kruipt dat ding rond en doet wat het moet doen om te overleven en voor te planten. Net als wij. Alleen met het, zeggen wij dan iets eenvoudiger systeem. Je kunt ook zeggen met minder problemen, maar goed, het is maar net hoe je kijkt. Maar die ik-benheid is waar alles op draait. Ja. That's kind of funny. Ik ben is eigenlijk God. Ja. Want dat schept alles. Mm-hmm. Het absolute doet geen reet. Weet je wel? Maar die ik-benheid, daar ontstaat die hele myriade aan ervaringen en nastrevenswaardige en te bestrijden zaken. Yes. Dynamisch, actief. Ja. Je kan ook in een min of meer rusttoestand, en dat is wat we dan straks even beginnen te ervaren als het gewoon stil wordt, weet je wel. Dan is het in een toestand van rust, maar de neiging tot bewegen zit er altijd in. Ja. Dus het is zijn en zijn wil zijn. Yes, al is het maar heel meer, zelfs als het stil is, zit er toch nog iets van movement. Ja. En er is niks tegenvallen. Dat kan je alleen intuïtief herkennen, omdat het zijn er verschijnt. Dus het is sowieso niet bewust van zichzelf, denk ik.
in die zin. Right. Ja. Oké. Okay. Dus waarom zijn we allemaal zo druk bezig en op zoek naar van alles? Er is maar één reden voor, omdat dat zijn actief is. I am doet het. En dat laat je nooit met rust. Alleen in de droomloze slaap of in samadhi eventjes, tijdelijk. En dan moet je weer. En dat is best leuk voor een tijdje, maar het is ook mooi dat het tijdelijk is. Ik heb het goed naar mijn zin, daar gaat het niet om hoor, maar het hoeft niet nog 200 jaar. Hè? Zo interessant is het ook weer niet. Gisteren toen hoorde ik jou zeggen dat je alles dan kan opschrijven wat je mind zegt en dan je systeem van wat zegt dat nou? Ja. Dus wat je allemaal denkt te weten ergens over en dan gaan kijken wat het is. Ik snap ergens wel wat je zegt, maar ik krijg het nog niet helemaal. Nou kijk, bijvoorbeeld er komt een angst opzetten. Ja. En dan denk je te weten van, ah ja, dat heeft te maken met toen mijn vader me door de tent sloeg. En die vent die lijkt daarop en dus triggert dat en dat komt daardoor en dat heeft die en die effect. Nou, dat schrijf je allemaal op, dus dan wat je allemaal denkt te weten. En dan ga je die angst zelf voelen. En dat zijn twee totaal verschillende dingen namelijk. Ja, die kan ik helemaal volgen. Yes. Ja. Als je mij een vraag wordt gesteld, en dan kan ik dus nou ook niet eens een concrete situatie bij halen, maar dan komt er een antwoord, maar dan zeg ik meteen achterom, maar ik weet niet of ik dit nou denk of dat het van binnenuit komt, zeg maar. Maar kan je dat daar dan ook nog op? Ja, maar wat makkelijker is, is gewoon het eruit laten komen en kijken wat er gebeurt, ja. Want dit is gewoon een controleneiging, waarbij er dan ook nog gezegd wordt dat als het uit mijn verstand komt, dan is het niet oké, en als het intuïtief is, wel. Nou, ik vertel een heleboel dingen aan mensen, niet per se hier, maar in allerlei situaties, die ik gewoon weet. Dus je zou kunnen zeggen dat die uit mijn verstand komen of uit mijn ervaring, daar is niks mis mee. Sommige dingen die zijn nieuw en die komen spontaan tot expressie en ik zit ze niet te filteren of tegen te houden. Ik laat het gebeuren. Nou, sommige dingen landen, andere wat minder. Sommige dingen die zijn geestig, andere wat minder. Nou, dat geldt voor iedereen, want op terreinen waar je goed thuis bent, daar hoef je niet de hele tijd intuïtief te gaan zitten wijzen. Je weet gewoon hoe iets werkt en dan leg je dat uit. Ik weet hoe een synthesizer werkt, daar heb ik mijn intuïtie niet benodigd. Ja. Ik weet wat een filter is en een LFO en nou, whatever. Dus daar kan ik iemand uitleggen. Daar hoef ik niet intuïtief voor te wijzen of geïnspireerd of iets dergelijks. Het is gewoon techniek. Ja. Bij andere dingen komt er veel meer creativiteit aan te pas. Nou, als wij niet zo op onszelf letten, dus niet zo zitten filteren, dan komt alles voor mijn gevoel een beetje uit het midden. Gewoon zo uit een soort gat wat hier zit en daar komt dan gepraat uit of weet ik wat. Ja. Terwijl vroeger, dan was er iets en dan ging het eerst hier en dan moest het door allerlei filtersystemen. Van, is dit wel oké, wat zullen ze wel niet denken? Weet je wel? En dan kwam er nog een keer iets hakkelend eruit. Zoals ik, nou jullie niet, maar ik kom wel eens mensen tegen die ook zo zijn. Dat is vreselijk. Dus gewoon spreek vrij uit en zie wat er van komt. Ja, dat is het denk ik ook precies, dat ik dan te veel mezelf zit te bekijken. Ja, right. Ja, natuurlijk, want er zit dan meteen zo'n beoordelaar. Dan moet het allemaal gewogen worden. En
Ik vind dat veel te ingewikkeld. Ik vertel het gewoon. En als mensen het niet aanstaat, dan zeggen ze gewoon fuck off, sukkel. Of iets dergelijks. Top. Nog meer? Hij krijgt alweer zin om naar huis te gaan, geloof ik. Eigenlijk ben ik een huismus. Ik vind het altijd verschrikkelijk vervelend om ergens heen te gaan. Tot groot ongenoegen van mijn vriendin, want dat is een nogal reislustig type. Maar gelukkig ook zelfstandig, dus dan ga zelf dan. Dan kan ik mooi thuis zijn. En dat vind ik mooi, hè. Een uurtje rondlopen, dan ga ik weer lekker naar huis, weet je wel. Ik heb een heel interessant bestaan. Een beetje zitten lezen zo. Een uurtje lopen, dan weer naar huis. En dan gaan we zitten lezen. Ja. Kopje koffie, sigaretje roken, zitten lezen. 'S Avonds Netflix. En om de dag een beetje zuipen. Want iedere dag is niet goed, hè. Ja. Zo doe ik dat. Moet je nog even? Ja, ik moet nog even, ja. Anders wordt niet kwaad. Ja, het voelt als klaar. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Dat heb ik ook altijd. Maar ja, het is helemaal goed. Mooi, dankjewel. Ja, thanks. Kijken of hier nog iets interessants in staat. Brood, sinaasappels. Ja, niks aan. Homecoming kijken. Oh ja. Dat is een leuke serie. We hebben ook, hoe heet dat? Amazon Prime. Als Netflix leeg is. Dankjewel. Top. Dankjewel, Nick. Love you.